Nu de klas eindelijk voltallig was, konden we beginnen. Meneer Oosthout wees mijn plaats op de derde rij aan, naast een blonde jongen. Ik liep tussen de rijen banken door, ging zitten, knikte mijn buurman toe en merkte dat er gesprongen adertjes rond zijn neus en op zijn wangen zaten. Ze waren erg dun en delicaat. Ik zat daar gedurig naar te kijken. Het was sterker dan mijzelf, het leken wel onderhuidse spinnenwebben. Hij rook een beetje zoals mijn boekentas. Zuurig. Om de beurt moesten wij opstaan en ons voorstellen. De andere leerlingen die op de kleuterklas hadden gezeten, die leken met deze procedure vertrouwd, maar voor mij was het nieuw. Ik was onder de indruk en merkte niet dat de voltallige klas mij zat aan te staren. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Een jongen met lang haar, in een vlecht, met een sponsen broekje aan en zo'n kleurrijke trui. Mijn buurman was aan de beurt. Hij stond op, stelde zichzelf voor als Saint-Pierre van den Dochpelen en zijn ouders waren koekwiekers. Nee, zei meneer Oosthout, jij heet Jean-Pierre en je ouders zijn boeren. Hier, binnen de vier muren van mijn klas, horen jullie proper te praten. Dialect zal ik niet dulden, begrepen? En dat geldt voor jullie allemaal, beste kinderen. Zelf beweerde hij algemeen beschaafd Nederlands te praten, hoewel zijn tongval onmiskenbaar het lokale dialect, het Poekes, verraadde. Dat dit behalve in de klas overal op school de gangbare taal was, zou ik snel genoeg leren. En ook dat de taal die wij in het Aards Paradijs spraken geen standaard Nederlands was, maar doorspekt zat met woorden die vader uit andere Vlaamse dialecten ontleend had. Ik was aan de beurt. Ik stond op en zei, John Castro. John Castro wie? John Castro, meester. En daarmee had ik geleerd dat er buiten de grenzen van het Aards Paradijs met twee woorden wordt gesproken. Al waren het er in dit geval drie geweest, maar die redenering hield ik wijselijk voor mezelf. Meneer Oosthout doorliep met zijn vinger het lijstje dat voor hem op zijn bureau lag. En toen nog eens. John? Ja, meester. Ik vind hier wel een Jules Castro, maar geen John. Hij keek me lange tijd aan en wachtte. Enig idee waarom? John is mijn tweede naam, meester. Maar je heet Jules. Thuis noemt niemand mij zo. Ach zo. Ja. Waarom ook niet? En je ouders, John, wat doen zij? Ze leven van de liefde, meester.